Minister, u haalde net aan dat Suriname afgelopen 2 jaar frequent heeft deelgenomen aan buitenlandse meetings. Wat betekent dit voor ons als land, onze positie, en begrijpen we dat goed? Nou, sowieso is het nuttig als een land aandacht krijgt in de internationale gemeenschap, sowieso. Of dat nou is binnen onze eigen regio in CARICOM-verband, want wij waren nog steeds een buitenbeentje als Suriname. We zijn Nederlands sprekend, we hebben andere cultuur, we zijn niet Engels sprekend, we zijn niet van de Commonwealth. Dus wij waren net als Haiti een beetje een buitenbeentje. Dat is nu weg. Men erkent Suriname als een volwaardig lidstaat van CARICOM. Als land heb je een verantwoordelijkheid om deel te nemen in die internationale gemeenschap. Ik weet dat daar veel vragen over gesteld worden. Van wat levert het op? Waarom moet dat zo zijn? Nou, je kan 2 dingen doen. Je kan de keuze maken om geen onderdeel te zijn van die internationale gemeenschap. Maar dan moet je ook niet verbaasd zijn dat men geen interesse heeft in jou. En dat wanneer er problemen zijn in het land bij ons, of het nou om overstromingen gaat of andersoortige hulp, dat men zegt van nou eigenlijk weten we te weinig, we gaan niet met je werken. Men kan ook heel scherp zijn, je participeert niet in soortgelijke omstandigheden internationaal. Waarom zou ik jou moeten helpen? Ja. Er zijn ook zoveel andere landen die wel participeren onder moeilijke omstandigheden, dus zullen we die helpen. We moeten daar realistisch over zijn. Onderdeel zijn van die gemeenschap betekent dat je voordelen kan hebben, maar dat je ook een bijdrage moet leveren. Die bijdrage kunnen wij niet in alle opzichten financieel leveren, maar dit kan door een verantwoordelijkheid op je te nemen. Zoals een voorzitterschap. Het komt met kosten mee, maar het levert enorm veel op achteraf. En dat is nu zo met het huidige buitenlands beleid. Sinds 2 jaar zijn we bezig om in te halen, zodat we niet alleen onderdeel zijn van die samenleving internationaal, maar dat we ook nadrukkelijk kenbaar maken dat we onderdeel willen zijn en dat we goede relaties willen opbouwen. Ik ben net van Washington DC terug en als je ziet hoeveel interesse er is in Suriname, dan ben ik heel blij. Want dat betekent dat er interesse is om iets samen met ons te doen. En wij hebben geparticipeerd bijvoorbeeld in de G20 meeting. De G20 zijn de 20 grootste landen in de wereld. Wij zijn natuurlijk niet één van die 20, maar wij worden erbij betrokken als CARICOM-voorzitter. Wij zouden er niet bij zijn als we geen CARICOM-voorzitterschap op ons hadden genomen. Dus we moeten wel een beetje doordenken wanneer het gaat om het beoordelen van waarom we ons buitenlands beleid zo inrichten. 1, we hebben een achterstand in te halen. 2, het is belangrijk dat je erbij bent. 3, je gaat het alleen nooit zelf kunnen doen. Want geen enkel land kan de problemen die we hebben nu op zichzelf alleen oplossen. Wij gaan moeten samenwerken, of dat nou ons buurland Guyana is of het is een land in Zuidoost-Azië, maakt niet uit. Ik heb met de Filipijnse autoriteiten gesproken bijvoorbeeld, om een naam te noemen. Men denkt niet onmiddellijk aan Filipijnen hier, maar er zijn mogelijkheden van samenwerking op verschillende vlakken. Dus wij moeten gewoon, en het is geen bedeltour, want dat is ook een misvatting die er is in die samenleving dat we gaan bedelen. Nee, wij dragen bij substantieel, en daar heeft men respect voor, een visie. Wij praten mee over zaken die van belang zijn voor de hele wereld. Nou, daarvoor ben je niet op bedeltour. Maar als er een stukje samenwerking uit kan voortvloeien, ten voordele van beide landen, dan zullen we dat zeker doen. Ja. Dus ook zo met Nederland, ook zo met Frankrijk. We hebben de bilaterale overeenkomst met Frankrijk getekend voor betreft de schuldherschikking. We hebben die van Nederland bijna afgerond. Met Israël loopt het ook al. Met Italië hebben we al de overeenkomsten binnen. Dus het geeft aan dat landen toch wel in de relatie met Suriname wel degelijk zaken willen doen. En voor ons is dat belangrijk, omdat schuldherschikking is een belangrijk onderdeel van ons economisch herstel. Ja. Tot slot, minister, zijn er vandaag tijdens de CDCC belangrijke besluiten genomen en wat is het vervolgtraject? Nou, een aantal belangrijke besluiten zijn dat we het rapport waarin een overzicht wordt verschaft over de ontwikkelingen, financiële-economische ontwikkelingen en de analyse die daar ten grondslag ligt, in principe hebben goedgekeurd. Daarin wordt de analyse gegeven van op welke gebieden het Caribisch gebied achterloopt wereldwijd of gebieden waarop men zou zeggen, daar heb je meer aandacht nodig op het gebied van onderwijs, de post-COVID effecten, de kwestie van volksgezondheid. Dus dit zijn zaken die sowieso op langere termijn belangrijk gaan zijn, want deze worden meegenomen in andere
beleidsbepalende instituten, financiële ook. Dus als we nu zeggen van we hebben hulp nodig op het stuk van het milieu, gezamenlijk als regio, dan zal Suriname daar ook profijt van trekken. Het tweede is de Caribbean Resilience Fund, het Weerbaarheidsfonds. Daar is veel ondersteuning aan gegeven. Het is een besluit geweest dat we dat verder zullen uitwerken. Daarvoor is overleg met de ministers van Financiën nodig om het hele mechanisme op te zetten, maar ook met de internationale financiële instellingen om gelden binnen te krijgen. De kwestie van geassocieerde leden bij ECLAC. Er zijn een aantal Caribische landen die nog een relatie hebben met het voormalige moederland in een of andere vorm. Maar die willen ook lid worden, maar ze zijn onderdeel van deze Caribische regio. Ik ben groot voorstander van om alle landen kans te geven om zich te ontwikkelen. Simpelweg, één land die problemen heeft, gaat sowieso een probleem zijn voor de hele regio. Dus we moeten alle landen optrekken en de gelegenheid geven. Dus de steun is daarvoor uitgezet. En ik denk dat er nog een aantal andere vraagstukken liggen, maar die zijn lopende op het stuk van de SDGs, de Sustainable Development Goals. Suriname heeft voor het eerst dit jaar een eerste rapportage gedaan. Sustainable Development Goals zijn dus de ontwikkelingsdoelstellen die elke regering moet nastreven. Er zijn 17 op het stuk van energie, water, partnerschappen, economie, armoedebestrijding, om een paar te noemen. En die moeten vertaald worden in onze nationale planning. En dat is gebeurd in Suriname, in onze meerjaren ontwikkelingsplan. Maar daar is ook een rapportage over gedaan waar we staan. Het Caribisch gebied ligt nog een beetje achter bij de trend. Wij hebben dit jaar onze eerste presentatie gehad. En we hopen in een jaar, twee jaar tijd, een tweede presentatie te doen aan de Verenigde Naties. Dus langzamerhand worden we weer onderdeel van die internationale gemeenschap om dan wel weer in aanmerking te komen voor steun.